Een soort van buurman voor mij is. Wij wonen ongeveer in dezelfde wijk. Wij kwamen elkaar tegen. Hij zei dat hij met een ontzettend mooi boek bezig was over de man en zijn lichaam. En ja, ik zag daar wel motivatie in om voor mijzelf om mee te werken. En je geeft je ongelooflijk bloot in alle vormen. Waarom heb je daarvoor gekozen? Zeker is het waar. Ik heb een vrij zeldzame afwijking, epidermolysis bullosa. Dat zorgt ervoor dat mijn huidlagen niet goed op elkaar aansluiten, waardoor je veel beschadigingen en zo krijgt. Aan de andere kant, ik heb ook gewoon delen van mijn lichaam die ik heel mooi vind. Ik ben trots op mijn sixpack, ik ben trots op mijn torso. Dat ziet er relatief in vergelijking met mijn ledematen bijvoorbeeld heel goed uit. Ik had zoiets van, ja, het is een gelegenheid voor mij om mijn verhaal te vertellen en om mijn lichaam te laten zien zoals ik het zelf zie. Dus niet alleen maar medisch gerelateerd, niet alleen maar in combinatie met medische dingen of met van, oh, wat is dit of wat voor ziekte. Maar vooral om te laten zien van, dit is gewoon de manboor, de mensboor. De manboor die 4 jaar heeft samengewoond, de manboor die gewoon veel plezier in het leven heeft, veel dingen onderneemt. Ik ben een ondernemer van beroep. En daarom dacht ik van ja, die nuance, om die een keer zelf te kunnen maken met een interview, met een foto. Dat was voor mij de hoofdmotivatie om mee te doen aan dit boek. Ach, natuurlijk zijn er ook vervelende reacties. Als ik in mijn scootmobiel over straat rijd, hoor ik mensen achter me in verbazing reageren. Oeh, zag je dat? Wat was dat? Oh, wow. Zo, hé, wow, dat is niet altijd makkelijk. Er zijn dagen dat ik er heel bij de hand mee omga. En ze vragen of ze een bril nodig hebben om het nog beter te kunnen zien. Maar meestal negeer ik het. Of maak er een grapje over met vrienden, mensen om me heen. Mijn vriendin kon er ook heel goed mee omgaan. Haar vrienden vroegen wel eens waarom ze iets met mij had. Hoe kun je nou met zo'n gast gaan? Ze reageerde altijd heel gedecideerd. Dan ken je Boor niet. Hij heeft veel meer te bieden dan alleen het uiterlijke plaatje. Ja, ze heeft me altijd met verven verdedigd. En ach ja, weet je, als je mensen zelf altijd positief tegemoet treedt, krijg je maar zelden nare reacties. Ik heb rood haar en sproeten. Vroeger was ik een mager mannetje, weinig sportief, anders dan de rest en daardoor minder populair. Hey, rooi je dit, hey, rooi je dat, riepen ze op school. Mijn ouders speelden daar handig op in door mij thuis ook rooien te noemen. Vooral oudere mensen konden mijn uiterlijk waarderen. O, je rode krullen, o, die lieve sproeten. Als we in Italië op vakantie waren, riepen ze bellissimo, bellissimo. Maar leeftijdgenoten dachten er anders over. Ik moest het voor mijn gevoel altijd afleggen tegen die donkerharige sportman die in de zomer knetterbruin werd. Door mijn huidtype verbrandde ik snel en wat ik ook geen sportieve aanleg had, was ik zeker niet de bink van de klas. Ik vond dat heel vervelend. Na gymnastiek stapten alle jongens onder de douche. Ik ging thuis douchen. Ik schaamde me voor mijn magere, bijna lichtgevende lichaam. Ik ging niet graag naar het strand. Ik werd toch niet bruin en ik had een enorme hekel aan de o zo belangrijke zonnebrandcreme. Heb je een grote stap moeten zetten om in dat mannenboek te komen? Ik vond het eigenlijk wel een uitdaging. Ik was vroeger erg verlegen. En ik had nu zoiets van, nou, ik durf mezelf nu te presenteren. En ik ben trots op wat ik van mijn lichaam heb gemaakt. Dus het was spannend, maar ik vond het erg leuk om te doen. Toen werd een fotograaf op je dak gestuurd. En die zei, nou, doe maar uit wat eruit mag. Nou ja, dan krijgen we weer zo'n gevoelig onderwerp. Dan moet je jezelf blootgeven. Je werkt in Playboy. Dan moet je de dames blootgeven. Nu moet je zelf bloot. Ja. Nou, ik heb wel heel bewust voor gekozen om niet helemaal naakt te gaan. Omdat het dan naar mijn idee meer om seksualiteit gaat dan om het lichaam, om de sportiviteit. Ik dacht van, nou ja, als ik mijn broek aanhou en ik laat mijn bovenlichaam zien, dan is er voldoende duidelijk wat ik ermee gedaan heb. En dan leidt het ook niet zo de aandacht af. Dat vond ik onnodig. Hoe belangrijk is het om aan zo'n soort van emancipatieboek mee te werken, als ik het boek zo mag noemen? Nou ja, ik vond het wel een soort van leuke knipoog om inderdaad altijd proberen de dames uit de kleding te krijgen voor het blad. En dan nu zelf een keer letterlijk bloot te gaan. Ik vond het wel een soort van leuke return the favor, zeg maar. Ja. Was het belangrijk voor me? Ik vond het een uitdaging en het is een prachtig boek geworden. Ik vond het een hele mooie line-up met mensen. Dus het was voor mij echt een eer dat ik ervoor gevraagd werd. Het woord mooi
zal ik over mezelf niet in de mond nemen. Dat ontsnapt niet aan mijn lippen. Misschien wel het leukste compliment kreeg ik van Hedy Dancona, oud-minister, geliefde van Aartje Veldhoen, die ik pas geleden op straat tegenkwam toen ik op weg was naar de sportschool met een fitnesstas op mijn rug. Heel goed, zei Hedy toen ik vertelde waar ik nou op weg was. Je moet het een beetje bijhouden, Ed, als je zo beeldig wilt blijven als jij bent. Kinderachtig misschien, maar oei, wat gaf dat een voldoening. Hoe kom jij nou in dat boek beland? Ik vind jou net zo opvallend mens daar in die reeks. Ik weet nog niet, ik heb het boek nog niet gezien, wie de anderen precies zijn. Maar Stefan en ik treffen elkaar af en toe omdat we in dezelfde fitnessschool trainen. Dus drie keer per jaar kom ik hem daar tegen. En hij weet natuurlijk dat ik een muziekdenkertje ben. En ik denk dat hij dit juist wel aardig vond om eens iemand die zo vreselijk veel met zijn hoofd bezig is, eens een keer over iets anders te ondervragen dan welke partituren die onder handen heeft. Hoe belangrijk vind je het nou om aan zo'n emancipatie, want het is toch een soort mannen-emancipatieboek. Zo beschouw ik het. Hetero, homo, alles door elkaar. Moslim. Alles zit er in het boek. Ja, belangrijk. Ik denk dat het de nieuwsgierigheid van de mensen wel zal wekken. En het is misschien een soort ijdelheid van mij, omdat, kijk, ik word heel vaak geïnterviewd, maar het gaat altijd strikt over het werk. Ik ben ook terughoudend over privé dingen. En daar heb ik nu eens iets meer over verteld, voor één keer. En dan mag het voorlopig ook bij blijven, wat mij betreft. Ik vertel graag de geschiedenis zo puur als die is. Hè? Er wordt verschillend over gesproken. Nee. Sommigen wisten helemaal niet wat er moest. Nee. Toen Stefan bij mij was, maanden geleden, interview, zei hij, er wordt later een foto gemaakt en dan moet iets van het lichaam te zien zijn. Mag zelf zeggen wat. Toen zei ik, overmoedig en half grappend, dan ga ik wel in mijn blootje. Een maand of wat daarna werd Arie Boomsma, die ik helemaal niet kende, die was in de uitzending De Wereld Draait Door. En de interviewer vroeg, waar ben je mee bezig met dit boek en wie komt erin? Noemde wat namen. En ga jij kwam jouw naam ook al voorbij toen? Nou, toen ze vroeg de interviewer, ga jij eindelijk bloot, Arie? Nee, dat weet ik nog niet, maar de dirigent Ed Spanjaard gaat bloot. Zei Arie, die dat nooit uit mijn mond vernomen had. En ik had dat besluit ook niet genomen. Toen kwam ik dus in een zeer groot dilemma te zitten. En ik ben al zo vaak in rockkostuum gefotografeerd. Ik vind het prima zo. Ik vind het ook mooi zo, het zijn korte citaten. Dankjewel.